Een hoge drukgebied zorgt bij ons in de buurt de komende dagen voor ronduit zonnig, maar ook zeer zacht weer. Dat merken we vooral in de temperatuur ochtends vroeg, want die schiet als een raket omhoog. Want in de ochtend is het op de meeste plaatsen al bijna net zo warm als dat normaal gesproken de maximum temperatuur is in deze tijd van het jaar. Temperaturen tussen de 12 en lokaal 15 graden en daarbij een meest matige winter het oosten. Vanmiddag loopt de temperatuur een stuk verder op. In het Waddengebied worden het zo'n 18 tot 20 graden en in het binnenland worden het 22 tot lokaal 26 graden. Vanavond blijft het dan nog vrij lang warm, met op sommige plaatsen tot halverwege de avond temperaturen rond 20 graden. In open en waterrijke gebieden koelt het allemaal wat sneller af. Morgen opnieuw een dag met veel zon en hoge temperaturen dan 19 graden in het noordwesten in het Waddengebied tot 24 lokaal, mogelijk nog 25 graden in het zuiden van het land. Ook tweede paasdag verloopt er ronduit zonnig en zeer warm, met in het zuiden zomerse temperaturen. Vanaf dinsdag zien we weer meer bewolking. En temperaturen die wat lager uitpakken, woensdag valt mogelijk een eerste enkele regen- of onweersbui. Mijn naam is Wilfred Jansen voor weerplaza.nl